300 is een organisatie die we zijn opgestart, een klein projectje. Eigenlijk om alle maatschappelijke problemen aan te kaarten die de jongeren voelen, meemaken in het Antwerpse. Dus we proberen ook zoveel mogelijk verschillende jongeren van verschillende organisaties bij ons terecht te krijgen. Van verschillende culturen, dus de Giro, Scouts, ACM, Antwerp Centrum Migratie. Dus iedereen is welkom. Bij Oost en Parkspoor Oost is dus gekomen omdat er iets meer groen en een plek was voor de buurtbewoners hier. Er zijn heel veel appartementsgebouwen. Dus ze hebben er dan gewoon voor gezorgd dat hier een heel grote ruimte is die dan door de jeugd in Sambourgerhout ook gebruikt wordt. Dus er worden ook activiteiten voorzien. En Bar Oost is ook op verschillende momenten open waar je een koffietje of een thee kunt komen drinken. En de stad maakt er ook heel vaak gebruik van. Het projectje dat wij bij de PNV hebben ingediend en waardoor we subsidies hebben gekregen is de Droomhut. Dat is een concreet iets fysiek dat we samen met Atelier Recup en het Kopspel gaan verwezenlijken. Eigenlijk is het initieel plan is dat voor de jongeren en door de jongeren, dus dat zal volledig door de jongeren begeleid worden, waar we dan beleidsmakers op kunnen uitnodigen, in gesprek kunnen gaan met buurtbewoners, maatschappelijke problemen aankaarten. En dat is ook een beetje een centrale plek hier in Parkspoor Oost, ook omdat dat visueel iets betekent voor ons. Het moet iets zijn dat onze roots kan voorstellen. Daarmee een boom, maar ja, dus een droomhut is ervan uitgekomen. De eerste steenlegging van de droomhut is een feit. Die zal komen in Borgerhouten, Antwerpen, waar er ongeveer 25 à 30 jongeren in terecht kunnen. Hopelijk tot snel.